Vandaag willen we de aandacht vragen. We willen dat de regering en de BVL ziet dat ze de studenten serieus moeten nemen. En dat de studenten al genoeg hebben van dit alles. Van al die vergaderingen die ze hebben gehouden en tot nu toe niet op één lijn kunnen staan. Dus de studenten zijn vandaag hier om ze op te roepen dat ze ons moeten contacten. We willen samen met ze praten, dat is de bedoeling. Daarom zijn ze hier zo. We konden naar de regeringsgebouw gaan of BVL gaan, maar we hebben dat niet gedaan. Weet u waarom? Omdat we willen weten dat we niet voor niemand opnemen. We zijn gewoon neutraal. Dan hebben we een neutrale plek gekozen door ministraat. Na de vakantie is het vanaf woensdag dat we geen les krijgen. Woensdag, donderdag, vrijdag, vandaag is maandag, vandaag is dinsdag. Hoe kan je niet langer thuis blijven? Er zijn middelbare studenten, examenklassen, toch? Ze moeten mondeling maken. Straks komt SO, straks komt examen. We kunnen niet langer thuis blijven. De kinderen willen doodgaan. Ja. Laat me dit direct zeggen hoor. Laat het duidelijk zijn. Ik zeg niet alleen dat, het komt niet alleen van mij. De studentenbesturen zelf hebben dat bepaald. Het parlement komt een beetje onvertrouwbaar bij hen over. Dat komt niet alleen van mij. Van laat dat duidelijk zijn. Ik blijf dat altijd herhalen. Dat komt van de studentenbesturen, van de studenten zelf. Dan kan ik niks doen. Ze willen niet meer samenwerken. Omdat de studenten zeggen, het Nationaal Jeugdparlement en laat me zeggen, misschien ook de Bond of andere, maar zij kunnen niet zeggen wat er moet gebeuren. Het Nationaal Jeugdparlement kan niet naar de media toestappen en zeggen dit gaat nu gebeuren. Zonder om te onderhandelen met de studenten, met de studentenbesturen, wat zij precies willen. En daarom zijn de studenten nu boos. En hebben gezegd, ze willen niks horen van het Nationaal Jeugdparlement. Ja, bijna. Oké, ik begrijp je. Ik weet niet welke studenten achter de bond staan. En tot nu toe ziet u, er zijn 8 scholen hier zo. En 3 komt erbij, 3 komen erbij. Alle studentenbestuurders zijn hier zo. En de studenten luisteren naar de studentenbestuurder. Dus ik ben ervan overtuigd dat de studenten niet naar de bond luisteren. En ook niet naar het jeugdparlement. Laat me dat direct duidelijk maken. En u ziet ook, ik heb ook inmiddels gehoord dat er op de scholen geen studenten zijn. We willen voorlopig niet dealen met de bond. Ook niet met het Nationaal Jeugdparlement. Zij moeten niet zeggen wat ze willen zeggen. Of doen wat zij willen doen. Zij moeten luisteren wat wij willen dat ze moeten doen. Of wat wij willen dat ze moeten uitvoeren. Dus nu doet SSB het zelf. De samenwerkende studenten besturen doen het zelf. Wij zien de regering als de vader. Wij zien BVL als de moeder. Wij zijn de kinderen, de studenten. We gaan ervan uit dat alle ouders willen dat het goed moet gaan met hun kinderen. Alle ouders willen dat. Dus we gaan ervan uit dat BVL en de regering dat ook willen. We willen met de vader en we willen met de moeder nu onderhandelen van. Ma, pa, het gaat niet goed met ons. Komen jullie tot één? Maken jullie één besluit zodat we weer verder kunnen? Komen jullie op één lijn staan? Het gaat nu niet goed met de kinderen. Onderwijs! Ik weet dat sowieso van de regering en van BVL ook. Dat ze niet willen dat we verder stappen moeten ondernemen. Want als we verder stappen moeten ondernemen, kan ik zeggen, de studentenbestuurders zijn nu. Ik kan zeggen dat ze heel erg boos zijn. Ze willen geen stappen verder ondernemen. Maar als ze dat moeten doen, ga ik het jammer vinden. Want ik alleen kan ze niet tegenhouden. De regering en BVL kan ze wel zeggen van oké, nu gaan we dit doen, blijven we relaxed. En ze zijn neutraal, de studentenbestuurders zijn neutraal. Maar gelooft u me, als het verder moet gaan, dan natuurlijk gaat er iets anders gebeuren. Maar tot nu toe zijn ze neutraal, ze willen neutraal blijven en daarom willen we met beide partners praten. En daarom willen we kijken waar het precies misgaat, zodat wij als studenten kunnen zeggen oké, we gaan dit nu moeten doen zodat het goed gaat. Want nu gaat het mis, hier gaat het mis, toch? Dan gaan we dit moeten doen zodat het goed gaat. Dus daarom willen we met beide partners praten. We willen onderwijs! We willen onderwijs!